Om te kijken of je misschien ook soms het directief op moet treden. Want het hamsteren is toch wel een probleem. Dit is een mooi, aangrijpend filmpje moet ik zeggen. Van een Britse verpleegster die lege schappen trof toen ze terugkwam van haar werk. I've just come out of the supermarket. There's no fruit and veg. I had a little cry in there. I'm a critical care nurse. I've just finished 48 hours of work. I just wanted to get some stuff in for the next 48 hours. There's no fruit, there's no vegetables. I just don't know how I'm supposed to stay healthy. And those people, and people are just stripping the shelves of basic foods. You just need to stop it. Kan je daar als lokale bestuurder nog een rol spelen dat je tegen je mensen zegt, jongens, luister. Ik vind dit meer iets voor jullie. Dit is prima, laat dit maar zien. Laat dit maar zien hoe belachelijk het is. Mm-hmm. En overigens, heel veel lokale supermarkten zijn ook al een beetje aan het inspelen op... ik bedoel, de supermarkt bij ons had van tussen 7 en 8 mogen oudjes nu... Ja, waarom zo vroeg? Ja, ik moet mijn echtgenoot, die is boven de 70, dus die mag nu morgens om 7 uur boodschappen doen. Dan mag het ook wel wat later, jongens. Kom ik vond het een beetje een rare tijd, maar ik hoorde al van andere plekken dat ze tussen 10 en 12... Ja. Lijkt mij ook aangenamer om dat te doen. Tsjechië. Ja. Ik zie nu trouwens wel inmiddels bij de supermarkt en de groenteboer... Er is gelukkig voorraad genoeg. En af en toe zijn de vakken leeg met van die malle dingen waarvan ik denk... ja, waarom ga je daar nou heen? De pasta's waren allemaal op. Ja, de droge pasta's. Terwijl je tijd zat om lekker zelf thuis te maken. Nou, ook dat nog. Maar de home cooking is weer helemaal in, zal ik maar zeggen. Ik zag trouwens nog even, voordat we naar Annemie van Gaal gaan... Dat filmpje raakt u wel, geloof ik, hè? Van die dame die daar die oproep deed. Ik vind het echt... Ik was boos en ik werd ook verdrietig voor die mevrouw. We moeten gewoon, geloof ik, maar hamsterschaamte gaan introduceren. Hè? Dus vliegschaamte. Ja. Nou, vliegen doen we toch niet meer. Hamsterschaamte. Ik vind het een mooi woord. Bij deze genoteerd.